You mean the contract? No, that's the business of Mr. Koster. I have nothing to do with you, sir. Neem me niet kwalijk, zakelijk. Contract! Welk contract? Dan gaan we eens eventjes kijken wat u dat grapje gaat kosten. Wat is dit? Weduwe Kluif, verkoop van pand uit het Reguliersgracht. Geef hier dat papier! Hoezo? Grijp hem, hou hem! Het is niet helemaal in orde met uw ego. Belt u me er eens even op. Hallo, meneer Koster. Ja, met Pen hier. Die man loopt met het contract mijn huis uit. Als de sodemiet erachteraan, Pen. Begrijp je wel, Rijk? Ik moest het wel stelen. Maar oh, met jou een crash te gaan beginnen voor kinderen van alle huidskleuren, van alle leeftijden. Maar laten we het eerst als even goed doorlezen, hè? Ja. Ja. Hebben ze wel? Die is weg. Wat weg? Je contract! Weg! Pleiter! Zo gek. Ja. Niet zo zenuwachtig. Maar ja tegen te zeggen, we hebben de best lopende kast van heel Amsterdam. Ja, natuurlijk, man. Geef me daar nog een stikkie. Als ik stoom ben, dan lijkt ze een beetje op mijn moeder. Dat durf ik wel. Tootsie, tomorrow I'll settle everything. Even if it were the last day I had to live. But today, I have to put the bloemetjes buiten. Correct? Taxi? No, I'm not a taxi. Well, this is not a taxi. Hey, you want to play roulette? Roulette? Oh, no. My doctor told me to stay away from all tension. You know something? Yeah. I've only got 4 more months to live. But since I only have 4 months to live, I might as well play roulette. What's the address? Thank you. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Tuurlijk. Oh, wat ben ik stom. Tuurlijk. Johnny heeft mijn jasje aangedaan. Die gekke kraai. Wie is die bleekscheet? Oh, dat is Rijk. Ja, misschien wel eens van gehoord. De Gooier. Directeur van de NV, geen paniek. Waar is die brief? De verkoopbrief. Ja, die is in handen van een van mijn reparateurs, de heer Kraaikamp. Roosje en ik beginnen namelijk in dit pand een crash. Samen. Ja. Zo. Hallo, Rijk. Hallo. Nee, meneer Kraaikamp. Rijk is hier niet. Maar ik moest u wel nog vragen of u direct naar de derde Helmerstraat wil komen. Driehoog. Nummer 64. Graag gedaan, meneer Kraaikamp. Niks te danken. Dag meneer Kraaikamp. Ik had het kunnen weten. Einstein. Die heeft nooit piano bassetten geschreven. Thank you.
belangrijk. Heel belangrijk. En dan mensen met zorgen. Ja, nee, uitstekend. Grand de Rouge Pas. Dat je nou net vanavond bij me terugkomt, Rudolf. Ik moest, Toetje. Ik moest. Van wie moet je dan? Van mijn hart. Hey, hou je kop eens even, schat. Ik hoor wat. Gek, meneer de Gooier. Laat ik nou toch altijd hebben gedacht dat u een gezonde man was. Ik word er zo moe van. De mensen weten van seksuele gekkigheid niet meer wat ze moeten doen vandaag de dag. Bij dit vergelijken zijn Sodom en Gomorra de Efteling. En dan te bedenken, Toetje, dat dit pand zo'n prachtig evangelisatiecentrum zou kunnen worden. Evangelisatiecentrum? En je wou er altijd een krokettenhal van maken. Ja, maar ik ben veranderd. Dat is een lang verhaal, Toetje. Als ik het nou eens even rustig uitleg onder het genot van een Turks etentje. Heb je al lekker. Meneer de Gooier, u moet me helpen. Ik wil uit het leven voor ik verlept ben. Dit is mijn laatste kans. Ik voel het. Ik weet precies wat er aan de hand is. En daarom smeek ik u. Laat mevrouw Kluif die rotsalon verkopen. Is Johnny eigenlijk getrouwd? En heeft hij zijn eigen tanden nog? Hallo, meneer Koster, met Pen. Kunt u onmiddellijk komen? Ik zit hier in de Derde Hemmerstraat nummer 64. Wat dan? Ja, natuurlijk. Jongen, dat geeft me niet. Dat loopt dus een kriebiet. Ah, ja, zeg ik allemaal. Jongen, waar is het contract? Welk contract? Ja, wat is er uit? Wat is er uit? Geen tijd om uit te leggen. Geen tijd om uit te leggen. Nee, zeg, John, ik ga het nu een tante toetje brengen. En Kitty laat zeggen dat ze van je houdt. Ja, komt. Mij houdt? Hé, van mij houdt. Van mij houdt. Rudolf? Ja, Henk? Rudolf, hoe ga je? Nou, goed hoor. Ja, die kleine bol is hier. Ja, ik zit zoals gepland bij de Turk met Toetje. Gaat alles goed bij jullie? Ja. Ja, hij moet contract bij zich hebben. Zeg, Henk, lukt het nou allemaal wel? Roos en ik pakken hem wel in. Ja, bedankt hoor. Oké, mazzel. Dominee Dingerdis. De dominee Dingerdis. Wat wou die dan? Hij is net terug uit de Oeral. Heeft hij bekeerd. En toen vroeg hij hoe het nou zat met het evangelisatiecentrum. Hebben we het vroeger eens over gehad. Hij zou bekeren, dominee Dingerdis. En ik de zakelijke leiding. Maar ja, hoe kom je aan een geschikte ruimte? Wat vreselijk nou dat ik die reguliersgracht net verkocht heb. Ik heb het altijd al zo'n mooi boek gevonden. De Bijbel. En wij zouden kunnen trouwen. Jij zou koffie kunnen zetten voor de gelovigen. Is dat nou echt definitief die verkoop? Geen paniek. Altijd prijs. Hebben ze. Zo, ik kan gaan. Dan wordt het helemaal... Genoeg. Dames en heren, onze excuses voor dit incident. Maar dankzij deze meneer... Krijkamp, geen paniek. Krijkamp is deze afschuwelijke fraude van onze croupier aan het licht gekomen. Gaat u even mee, gaan we even afrekenen. Nou, doet u maar hier. In fiches graag. 20 gulden. 20 gulden. Mesdames, messieurs, het voor ze. Op 27 graag. Is dat onze man? Vincent Noir. En nou graag alles op 45. Het gaat maar tot 36, kabouter. Jouw ken ik ergens van. Ik zal hier niet zeggen waarvan. Alles op 33 dat. Ja. Hallo, geen paniek, Krijkamp. Wat is er, Rijk? John, kom direct naar Istanbul. Over. Ja. Istanbul? Ja, ik vind het fantastisch dat we zo goed draaien, maar lijkt het je niet beter als we voorlopig alleen maar opdrachten in Nederland aannemen? Nee, John. Het Turks restaurant Istanbul op de Keizersgracht. Oh. Over. Ja, nee, daar kom ik onmiddellijk aan. Oké, Rijk. Houd je doen.
Bank te koop. 16.000 Ik ben zo vrijwillig om te... Draas, drol. Meneer de groepier, kan u even oppakken? Mij even komen helpen. Dames en heren. Meneer Koster, dat contract is waterdicht. Als we het tenminste terugkrijgen, idioot. Als ik je nog één keer met een hobbelpaard betrap. Het is ook allemaal jouw schuld. Laat zich een beetje inpakken door me niet te gooien. Dat 60 gulden omzet op één dag. Nou jij nou ik. Is dat toch of niet? He has the contract. No, he has not. U bent op dit ogenblik volkomen ter onrechte de bezitter van een document dat aan mijn werkgever de heer Koster toe. Oh, jij hebt je mond geile pennenlikker. Ja, de grap heeft nou lang genoeg geduurd. Hier met dat papier. Dames en heren, mevrouw Kluif en ik hebben zojuist besloten de salon niet te verkopen. Zo. Wij openen een evangelisatiecentrum voor beter gesitueerden. De heilige drie-eenheid. Rudolf, Henk en Roosje. Nou, dan lijkt me de zaak heel wel simpel. Ik geef het contract gewoon terug aan de heer Koster. Hé, daar kom je gewoon tegen. Wat heb jij met Henk te maken? U hoort het, dames en heren. De meningen zijn te zeer verdeeld. Maar u hebt geen benen om op te staan, mevrouw Kluif. Wanneer wij openbaar maken wat de ware aard van dit bedrijf is, moet u ogenblikkelijk ontruimen. 250.000 gulden, dat krijg je van niemand meer. 300.000 gulden. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Boeren, een stamboekje over onze zelfie. De dommel op met die rommel. Hey, Rijk. Ja, John. Had ik gelijk? Is het een bordel? Ja, John. Jouw tante Toetje heeft het grootste, meest geheime bordeel van heel Amsterdam. Kitty, tante Toetje, wijk. Geef het papier onmiddellijk terug aan iemand. Dan wordt het maar verkocht. Jullie verdienen niet beter. En wij dan, John? Wij hebben ons kantoortje in het pand. En dat telefoonnummer is één dag bekend geworden door heel Amsterdam. Ja, dat is waar. Wat moeten we nou doen? Om te beginnen gaan we hier weg. Kom mee, mevrouw Kluif. Jij ook, Kitty. Bobby, morgenmiddag om 12 uur ben ik terug. Met 4 fotografen. Kom mee. Don't worry. Tomorrow noon I'll be there with $1 million
kaas. Morgenmiddag om 12 uur sta ik bij u voor de deur, mevrouw Kluif. Met de wethouder van volksgezondheid, majoor Boshart, en de penningmeester van de morele herbewapening. En de reportageploeg van de evangelische overhoek. Toetje. Toetje, wat moet ik nou zeggen tegen dominee Dingerdienst? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik wil alleen nog maar dood. Mevrouw Kluif, dan gaat hij eerst eens lekker knorren en vannacht bedenken Johnny en ik wel een oplossing. Oké. Okay. Pardon. Ik kon niet slapen. Ik ook niet, John. Wat doen we nou, Rijk? We dwalen radeloos en dagelijk Amsterdam. Ik bedoel met een contract. John, dat woord contract wil ik nooit meer horen. Daar word ik knettergek van. Geef hier. Ik heb het niet. Hé? Ik heb het niet. Hou Amsterdam schoon. Je hebt gelijk, John. Raap op. Hé, maar daar zitten we er weer mee. Hiero, alsjeblieft. Heren, dat kan ik niet aannemen. Dat is te veel. En is meer schitterend. Ja, maar dat kan ik toch niet aannemen. Ik heb ook mijn trots. Het op, John. De nasiballentruc. 1, 2, deurtje open, nasiebal eruit, contract erin. Haha, en weg. Hoe maakt hij? Uitstekend. Hè? Uitstekend. Meen je het? Ja. Niet te vettig. Ben je gek? Niet te olie. No. Hè? Ja, nou, dus zenuwen. Hè? Contract eruit, nasiebal erin. Ik douw het gewoon in een willekeurige brievenbus, John, dan zijn we er vanaf. Als jij nou even op de uitgang gaat staan. Ja, ja. En weer fluiten en dan nog eens een keertje vijf jaar de bak in draaien. Alleen maar voor de zekerheid, John, voor als de politie eraan komt, hè? Hobby. Ja, het is goed. Zal ik jou eens met... Ja, Rijk! Indische nachtegaal. Spaanse kanarie. Verloofd, verliefd, getrouwd. Dat was de ruige boompieper. Dat is niks. Dat is een matische neusnaad. Maar u hebt er trouwens ook de lippen voor. Toon dubbel. Vingers erop. Flink oefenen. Ben je het kwijt, Rijk? Nee, nog niet, John. Hé, hey, geen interesse. Wacht eens even. Laat ze maar het bewijs dat er ooit een contract geweest is. Maar ze staat toch ontruimen. We hebben nog een halve nacht, John. Kom op. Goedenavond, heren. Is dit uw nummer? Inderdaad, ja. Ik vond dit op de antenne van mijn auto, alstublieft. Bijzonder vriendelijk van u. Ja, zeer attent. Als er meer van die mensen waren als u. Donder op! Vind je het niet erg? Kan me niet schelen, John. Ik vind mij altijd zo brutaal. Nee hoor, John. Nee. Echt niet? Dus je bent niet boos? Wat gaat er nou met ons gebeuren, John? Wat sla je me dood? Voor een goud, John. Nou ja, hoeft ook niet echt. Laat alles maar een Rijk over. En Rijk heeft de brains. Is je dat er niet opgevallen? Ik heb hem nog nooit naakt gezien. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ah, ik heb het.
kijken we het helemaal.